ik voor iedereen te verstaan. Af en toe. Is het niet storen? Nu stoort hij. Mijn naam is Jantine van Dorp en onze chauffeur van vandaag is Theo Bos. We horen jullie. Kom even hierin zitten. Zet dat ding uit, Joep. Wij gaan zo dadelijk een stukje rijden door het pittoreske Vierswil. Hou onderweg uw oren en ogen goed open. Ik zal u voorzien van informatie en interessante weetjes. En tussendoor stel ik ook een aantal vragen. Het antwoord op deze vragen dient u in te vullen op uw antwoordformulier. Schrijf netjes, want onleesbare antwoorden rekenen mij fout. Ik vertel alles één keer, dus vragen op een herhaling heeft weinig zin. Mag de radio uit? Mag de radio uit, dat mag. Goed zo. Zorg dat je op een goede plek zit. Als we eenmaal rijden, is wisselen niet meer de bedoeling. Zet je mobiele telefoon even uit. En gebruik van mobiele telefoon leidt tot disqualificatie van deze opdracht en verwijdering uit de bus. Zo dan. Het pand is daarna in handen gekomen van de kleermaker van de Wel. In het kader van de sanering en een veiligere verkeerssituatie moest het pand in de lente van 1963 helaas gesloopt worden. Kijk rustig om u heen, niet even van de uitzicht. Ondergaande zon, wat goud vaak. Niet van het ritje, sla alles op wat je tegenkomt. En dan rijden wij weldra verder, straks op de buitenom. En slaan wij linksaf. Theo, straks weer de eerste link. De buitenom waar we nu op rijden werd officieel geopend in oktober 2003. Het aanleggen van deze weg gebeurde in drie fases. De eerste fase was het stuk langs Nieuw-Beiland. De tweede fase van Nieuw-Beiland tot aan de Oud-Vierswilse weg. En de derde fase is het stuk waar wij ons nu op bevinden. Bushaltes zijn gelegen aan deze weg. Slaan wij weer linksaf het dorp in. Terug naar de bebouwde kom. Wil ik nog wel even voor je weten, ga ik weer links nemen. Voor vraag 3, welke kleur hebben de prullenbakken bij de bushalte? De Kievietstraat is ontstaan in de jaren 90, toen de uitbreidingen van Heemzicht achter de rug waren. Oorspronkelijk stonden alleen een aantal aanleunwoningen aan die zijde van Heemzicht, alsmede een paar huizen daar tegenover in deze straat. Toen landbouwer Arjo van Bergeijk enkele percelen van zijn bouwgrond verkocht aan particulieren, vond verdere uitbreiding plaats. Het duurde even, maar eindelijk ontwikkelde deze zijde van het dorp zich tot een echte volwaardige wijk. Hectare jarenlang heeft beheerd. Vooral klei, maar ook hier en daar wat zand, vormde de ondergrond en op enkele plaatsen werd kalk aangebracht. De tuin kenmerkt zich als een toegankelijke ruimte van inlandse vegetatie met enkele botanische verrassingen. In de tuin werd een vijver van moeras gegraven, met moerasgedeelte gegraven. Er werd griet aangelegd en een dijktaluut ontworpen. De graslanden die worden als hooilanden beheerd en er is een boomgaard in de hof aangeplant. Op het terrein staat een blokhut die dienst doet als beheerdersruimte. De heemtuin wordt door vrijwilligers van de vereniging het Hoekswaard Landschap beheerd. Wat is de naam van onze heemtuin? Vraag 4. Lachten, joh.
Weet je wel. Aan mijn rechterhand, voor u links is dat, ziet u het onlangs verbouwde woonzorgcentrum Heemzicht. Heemzicht is een zelfstandige organisatie. Het is een centrum voor wonen, welzijn en zorg. Recht voor u, achter mij dus, ziet u het gemeentehuis van gemeente Korenwijk. Ik ga u niet voorzien van informatie over het gemeentehuis en de gemeente, want er is immers een gemeentehuis dat momenteel bij u in de huiskamer ligt. Een hele categorie over onze gemeente en het gemeentehuis erbij. Vraag 5. Wie heeft deze categorie bedacht? De categorie over de gemeente en het gemeentehuis. Iedere donderdag vind je hier de markt. Het gebouw van onze kaasboer werd gebouwd door de boerencoöperatie. Opgericht in Pierceel in 1898 op initiatief van Janus Kooi. De coöperatie was bedoeld voor boeren uit de huidige 4 Korendijkdorpen. Doelstelling was gezamenlijke inkoop en verkoop van producten en op die manier minder kosten te maken en meer inkomsten te genereren. En hier rechts. U ziet hier nog net onze 2 basisscholen die hier veel rijk is. Wij rijden momenteel in de Koningin Wilhelminastraat. In 1972 werd begonnen met de aanleg van deze straat. Ten oosten van de bestaande bouw waren tot dan alleen de huidige basisscholen aanwezig. In de eerste fase van de plannen werden 30 huizen gebouwd. Een jaar later werden er de poldersteen toegevoegd aan deze straat. En die poldersteen die staan er nog steeds. Mijn vraag, vraag 5. Hoeveel poldersteden zijn er? Vraag 6. Vraag 6, excuus. Het zijn er meer dan 2. Zie ik hier. Je moet je links, Theo. We zijn in de Marvlietstraat aangekomen en hier aan die kant ziet u het Johan Frieso pad. Hier op het hoekje wonen ome Wil en tante Nelly, mijn oom en tante. Tante Nelly die is geboren op 6 april 1945. Dat betekent dus dat zij vandaag jarig is. Nou, laten we allemaal even zwaaien naar tante Nelly. Misschien nog even tuten. Bart, Bart. Yes. Geweldig. Weet je straks rechts de Alexanderstraat? Mijn vraag, vraag 7. Hoeveel kaarsjes mag tante Nelly vandaag uitblazen? Ik heb haar net verteld wanneer ze geboren is. Nee, ga ik niet zeggen. Wij bevinden ons in Pierceel Noord. Wist je het al, Blik? Ja, erbij. Ja, toch? We zijn aangekomen aan de rand van het dorp. Je ziet hier verderop de landerijen van boer Bruinzeel. Verderop ligt de Oudendijk. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, in februari 1944,
werd Pierceel onder water gezet, net als vele gebieden in de omtrek. Het werd gedaan om een eventuele invasie te vermijden en te bemoeilijken. Om te zorgen dat het gebied voor tanks onbegaanbaar was, werden in de dijken verschillende gaten gegraven, zogenaamde tankvallen. Ook in de Oude Dijk waren twee van deze tankvallen gegraven. Molen Simonia. Begin dit jaar werd de renovatie aan de molen afgerond en kunnen we iedere zaterdag de wieken van de molen weer zien draaien. Straks weer de eerste rechts. Vraag 8. Hoe vaak zijn wij tot nu toe links afgeslagen? Daadwerkelijk afgeslagen. Dus met bot mee telt niet. Ja. Echt links afgeslagen. Echt links afgeslagen. Wij gaan hier nu naar rechts. Noorderweer, 93 was zij, mocht in april 1964 de eerste steen leggen. De naam van het dorpshuis werd tijdens een officiële opening in 1965 op originele wijze bekendgemaakt. Leerlingen van beide basisscholen zongen een lied over het dorpshuis op de wijze van Piet Heijn. Voor hun borst hielden zij het bord, net nog omgedraaid. De leerlingen marcheerden door elkaar. En na afloop van het lied, toen iedereen op de juiste positie stond, werden de borden in één keer omgedraaid. En onder luid applaus las het publiek Dorpshuis Renesse. Met deze naam werd de stichter van Pierceel geëerd, Frederik van Renesse, heer van Oostmalen, die in 1515 de eerste stoot gaf tot inpoldering van Pierceel. Bij het inrijden van deze straat reden we langs de oude brandweerkazerne. Daar wordt nu aan verbouwd en er stond ook een bouwkeet voor het huis. Welke kleur had deze bouwkeet? Hier weer rechts. De Voorstraat, het bruisende centrum van Pierceel. De kerk in al zijn glorie, de herberg hier. Morgen staat iedereen weer in de rij bij Bakker Frans na te praten over deze quizavond. Twee kroegen tegenover elkaar. De kroeg van Daan en Helene staat nu te koop. Bij welke makelaar staat deze kroeg te koop? Vraag 10. Misschien leuk om te weten, het huisje hier van Gert Bokhout. Daar woonde ooit Willem Tichelaar, de barbier van Pierceel. Hij was nauw betrokken bij de moord op de Wit. Cornelis de Wit werd in juli 1672 gearresteerd. Ene Tichelaar, de barbier van Pierceel, die beschuldigde de Wit van een samenzwering tegen prins Willem III. Terug. Ja. Cornelis de Wit werd gevangen gezet in de gevangenenpoort in Den Haag. Hij werd daar gemarteld, maar desondanks vrijgesproken van samenzwering. Toch werd hij verbannen en gesommeerd zijn kantoren op te ruimen. Op 20 augustus kwam zijn broer Johan bij hem langs. Een groep orangisten, opgehitst door Tichelaar, verzamelde zich buiten, bestormde de gevangenenpoort en sleurde de broers naar buiten. Daar werden de gebroeders de Wit letterlijk in stukken gescheurd. Ik moet er een
van een van de grootste regentenfamilies van deze tijd en uit de Nederlandse geschiedenis. De overblijfselen van hun lichamen, werden in stilte begraven in de Nieuwkerk in Den Haag. Hoewel Tichelaar aanvankelijk werd beloond voor zijn diensten, is hij gestorven in armoede en eenzaamheid. Al snel werd de spot gedreven met de persoon Tichelaar en hij eindigde naar verluid als anonieme bedelaar in Den Haag. We zijn weer terug bij onze eindbestemming. Ik hoop dat u heeft genoten van deze tour door de Hills. Onze dank gaat uit naar voetbal SV Kerkzeel voor het gebruiken van de bus en uiteraard naar onze chauffeur. Voor het vrijmaken van zijn tijd voor deze prachtige avond. Blijf even zitten. Ik denk dat bij het uitstappen met een fooi. Nee, dat is niet zo. Nee, je bent vergeten met fooi. Spaart hem maar op. Ik wil graag jullie antwoordblad uiteraard. Bedankt Theo. En dank Joop. Bedankt voor jullie aandacht.